hier vallen schilders over. Hoi Pieter, ja. Ja. Goed, is het nog hem heeg? Nou, dat hangt er vanaf. het ruige werk, ja, niet te veel precisiewerk, dan wil dat wel lukken. Als die pijpen, maar doe mee, dat is hoor niks van je man. Want die zijn toch wel heel aardig. Activiteiten waar een burgemeester van dromen heeft. Zo van eindelijk is wat leuks te doen. Dat doe ik. Wacht even, dat wordt ingewikkeld. Daar is de krant. Zit er wel een mouw aan deze kant? Ja, een mouw, het is koud. Zit een mouw aan. Trek eens even, Dat is mij veel te nauw. Het lijf moet nog magerder. Wie gaat hem al? Hoe staat hij erin? Precies, ik heb de burgemeester altijd al een soort winterschilder gevonden. Waarom zit hij hier? Dat we dat proberen, het is. Nee, mooi. Is er geen ruimere maat voor mij, want dit is natuurlijk niks. Oh, maar kunnen we niet te ver doorschieten? Nee, dat kan niet. Dat is allemaal ver. Up en down. Hopen we. En zo hoog, zo up mogelijk. Ja. Wat gaat u zo dadelijk schilderen? Geen idee. De naam. De tekst ondertekenen. Kijk. Zeg, kan ik dit ding laten staan? Ja, volgens mij wel. Heb ik niet mijn schoenen. Probeer hem even. Ja, kijk, zo gaat hij. Even zien, hoe doe ik het? Alleen dat. Ja, probeer hem. Iets omhoog, hè? Ja. Nou, ja. Ja? Wie het eerste boven is? Zal ik eerst wat zeggen? De burgemeester heeft mij getast hier om even mijn punt te vieren. De burgemeester heeft mij toegestaan even het woord te voeren. Hij is namelijk zelf een plan om de comedy hier hoe langer hoe minder te sezen. En hoe langer hoe meer te doen. Ik wil even stilstaan bij dit toch mankelieke moment. Dat dit prachtige, vreselijke gebouw. Dus heden wordt gesloopt. Wij nemen er een aanvang mee. Ik ben zelf een beetje een mengeling van vreugde en mankeliekes heb ik over mij. Het is de bedoeling dat wij zo meteen een fraaie Vondeliaanse spreuk onthullen, de burgemeester en ik. En dan zullen wij het geschrevene ondertekenen. En daarna mag elke welgezinde ingezetene van deze fraaie stad zijn handtekening, naam of schuttingwoord op deze muur schrijven met het daartoe aangeboden penseel. Thank you.
twee jaar de helft. Nu is het zover. Nu is het zover, ja. Wordt het druk vandaag? Ja, zeker. Nou, ik denk dat we vandaag zo'n meer dan 2000 mensen in huis hebben, dus dat is heel druk. Nee.